Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Welkom kijkers van Dommeland. U denkt, waarom staat hier iemand anders dan Geert Hoes? Nou, mijn naam is Roel Jonelen. Dit is een live programma. Geert Hoes zit ergens in de file op A2. Er is daar een wegverzakking. En hij is hier pas over een half uurtje. En de show must go on, want over een uur trapt Douwe Bob af bij het Songfestival. En dan gaat hij massaal wegzappen. Dus ik neem het over. Ik ga mijn best doen. Ik heb het er nooit gedaan. We zien wel wat er van komt. We hebben heel veel uit Liemde. We hebben Limousine. We hebben Live in Liemde. We hebben de Oldtimer Dag. Ik kom toevallig uit Liemde. We hebben muziek uit Liemde. One Too Many. En we gaan praten over betaald parkeren. Ik zou zeggen, welkom bij Dommeland. Het is trouwens vandaag 10 mei. Welkom. Nou, kijk eens, welkom. Ik zet mijn Jeroen Pauw brilletje op en ik heb mijn Umberto Tanlach al in de pocket. Dus ik ga proberen, we kijken of het goed komt. Bij mij op de bank uit Liemde. We gaan het hebben over, eventjes kijken, Limousine en Live in Liemde. We beginnen bij jou. Jij bent? Levi van der Boogaard. En je bent van Limousine? Ja, ik zit in de organisatie van Limousine. Dus we gaan zondag weer... Van 1 tot 11 continu live muziek. Ja. In het centrum, het centrum van Liemd. Hoe laat beginnen jullie? 1 uur. Oké, en wie trapt eraf? Guess what, als ik het goed zeg. Oké, ja, dat zeg je goed, denk ik. Ja. Dat is Engels, hè? Ja, ja. Waar komt de naam Limousine vandaan eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is van voor mijn tijd. En volgens mij staat dat voor live muziek scene. Zoiets. Ja, ja, het gaat over live muziek in Liemde. Ik moest eigenlijk aan een auto denken toen ik het hoorde. Ja, dat is het woordgrapje, denk ik. Limousine. Ja, oké, okay. Okay, en voor de hoeveelste keer is het dat jullie dit organiseren? Dit jaar is het voor de 8e keer. Het is niet de 8e keer buiten. Het is ook de eerste keer was het binnen, maar nu is het 8e keer, of de zoveelste keer buiten. Hoe bedoel je binnen? Het is ooit begonnen in het Wapen van Liemde, in een kroeg. En dat is langzaam gegroeid en uiteindelijk is het op het Concordia Park bij de kiosk in Liemde. Ja, ja. Waarschijnlijk onder het genot van een biertje dat mensen zeggen, hey, dit was leuk, dit moeten we herhalen. Ja, ja, nee, het was leuk, het was gezellig en de muziek was goed en er was animo voor. Dus, En wordt het elk jaar groter of blijft het zoals het nu is? Het is zoals het nu is. Hebben we er eigenlijk vrij bewust voor gekozen om het niet groter te maken. En om echt in te zetten op kwaliteit en niet kwantiteit. Want hoe groot is het dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? We hebben een vrij grote tent die we samen gebruiken met de Oldtimerdag die de volgende dag is. En die tent is, dan moet ik ook uit mijn hoofd, 8x12, ik weet het niet precies. Het is ruim, echt ruim. En er kunnen honderden mensen in. En we hebben natuurlijk heel mooi de kiosk daarnaast, waar mensen ook gewoon lekker buiten kunnen staan. Dus dat geeft ook een hoop ruimte. En we hebben ook gewoon, daarnaast maken we gebruik van dat hele Concordia Park, want er is een draaimolen, een zweefmolen, er is van alles en nog wat te doen, ook voor de kinderen. Ja. Het is echt een dagje weg, ook voor het gezin. Zeg maar. Ja, ja. Dus, en vooral Bokselse en Liemse en artiesten, of komen ze van heinde en verre? Nee, we hebben... Zoals bijvoorbeeld bij, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, nee, bij ons is, wij hebben een vrij strenge regel dat er moet een link zijn met de lokale omgeving. Het hoeft niet per se Liemde te zijn, het kan ook Bokstel zijn, ja. Of misschien... Dus als de drummers en asperges in Liemde koopt of zo dan? Ja, nou ja, als de gitarist zijn ex-vriendin uit Liemde komt. Nou, een gitarist heeft veel ex-vriendinnen, dat kan ik je vertellen. Daarom, dus. Nou, dat maakt het heel makkelijk. Ja. Maar er is altijd een binding met lokale muziek. Dus bandleden, iemand komt altijd uit de buurt. Oké, en wat is de line-up?
Noem eens een paar namen waar je denkt, nou, daar ben ik echt trots op, zeg. Nou, we hebben een aantal leuke dingen. We beginnen met Guess What. Laat ik iets zeggen over de diversiteit. Want we hebben bijvoorbeeld een soort Ierse volkmuziek, de Hoolies. Dat is heel leuk, dus dat is echt springen en dansen. We hebben zoetgevoiced singer-songwriters. We hebben heerlijke funkmuziek met blazers. We hebben jaren 80 en 90 grunge. We hebben One Too Many, die je net hebt gehoord. Ja, hebben we net die gehoord. Zo meteen nog komen. Ik zelf kijk uit naar, eigenlijk naar, ook naar de afsluiter, Stoke. Echt een geweldige band die ook echt met een hele grote groep komen. Met blazers erbij en alles. We hebben een leuke tribute band, Sweet Gigs, die alleen maar nummers spelen van een bekende Nederlandse band, Sweet Debuster. Ja, dat ken ik. Ja, dat zal niet dus, zijn. En die spelen alleen maar nummers daarvan, dus daar kijk ik eigenlijk ook naar uit. We hebben de Japanese Karaoke Show, waarvan alleen al de naam, daar krijg je zin in, waarvan je niet weet wat het is. Dus we hebben heel veel verschillende dingen, dus het is echt voor ieder wat wils, denk ik. Oké, nou hartstikke mooi. En een hoop op goed weer, want het spant erom, geloof ik. Ja, nou ja, wij zijn er bij Limousine trots op dat we eigenlijk altijd goed weer hebben. En dat we daar patent op hebben. En dit jaar lijkt het erop dat het misschien wat minder gaat worden. Maar het wordt in ieder geval ook niet echt vreselijk, heb ik gezien. Maar als het dan echt heel slecht weer is, het gaat altijd door? Dan gebeurt alles in de tent? Of? Nou, als er echt een vreselijke storm uitsteekt en het is onverantwoord, dan moeten we het afblazen. Maar in principe kunnen we heel goed door. En ik heb er ook alle vertrouwen in, want we kunnen heel goed met die tenten vooruit. Mensen kunnen makkelijk daar binnenin. Er kunnen heel veel mensen in. Maar zelfs als het gewoon droog is, dan is het ook heel goed toe voor buiten. Het hoeft geen 25 of 30 graden te zijn. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het weer een fantastische dag wordt. Nou, hartstikke veel succes. Dan gaan we naar Trace van Nuenen van Live in Liemt. Ja. En vorig jaar zaten er ook al 3 mensen op de bank van Live in Liemt. Dat was jij niet, denk ik, hè? Was ik wel bij. Was je, ja, tuurlijk was je erbij. Dat weet ik wel. Maakt niet uit. Maar ik vraag me dan af... Maar jij was er niet bij. Nee, dat klopt, ja. Ik liep hier wel rond, hoor. Ja. Maar ik vraag me dan af... is het nou groter geworden? Nee, het is niet groter geworden. Het is weer anders. Het is gewoon natuurlijk heel divers. Omdat we eigenlijk... Ja, vorig jaar hadden we 2 meer sing-songwriters-achtige muziek. Nu hebben we echt de fanfare met... Die gaan muziek spelen die... Die je helemaal niet verwacht van fanfare. Er komt ook een zanger bij en een zangeres en een gitarist. Ja, maar ik dacht eigenlijk dat Live in Liemde in een huiskamer was. Maar is ook. Komt dan een nou, heel... Het is een huiskamerfestival. Bij mij past het niet in ieder geval. Nee, maar niet, in Liemde heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten huiskamers. Ja, heel grote huizen. Van groot naar klein. En daar is het ook een mooie, daar is ook de diversiteit. Je hebt kleine huiskamers en grote, maar sommige gaan naar de tuin als het heel mooi weer is. Ja. Maar in principe moet het ook gewoon allemaal binnen kunnen. Als het slecht weer is, dan kan iedereen gewoon overal binnen. Oké, dus in principe als de zon schijnt, dan gaan we gewoon lekker buiten in de tuin. Het zou kunnen als die mensen de gastadressen dan ervoor kiezen om bijvoorbeeld half binnen, half buiten te ontvangen. Nou, dan staan we buiten. Kijk, vorig jaar stonden we buiten en binnen. En het is maar net hoe dat valt dan. Dan laten we aan de gastadressen over. En hoeveel evenementen of artiesten, hoe moet ik dat zeggen, hoeveel... Huizen. Er kunnen 200 mensen meedoen. En het zijn, die worden opgesplitst in 4 groepen van 50 personen. En die gaan begrijp ik niet. Er kunnen maximaal 200 mensen meedoen. Ja, een huis beschikbaar stellen, of niet? Nee, gewoon de mensen die meelopen, zeg maar. Oké. Oh. En we hebben 4 locaties en 4 optredens. Oké, dus jullie lopen rond? We lopen rond. Aha. En er loopt ook een gids mee. Dat wist mee. Ik niet. Ja, we lopen rond. We starten bij het Hof van Liemde. Kijk. Om 1 uur, 's middags, op 5 juni. En dan komen alle die 200 mensen die komen dan naar het hof en die worden opgedeeld in 4 groepen, in 4 kleuren. En elke gids en elke iemand van de organisatie krijgt een kleur en die loopt met die groep mee van het ene adres naar het andere. En dan ondertussen worden er dingen over die verteld of andere rariteiten wat die gids denkt te moeten vertellen. Over de artiest of zo? Of over Liemt. Of, leuk. Tenminste, de mensen waren een beetje op weg geamuseerd. Een soort kerststallenroute of... Nee, want dan moeten mensen uit zichzelf doen en ze moeten bij ons echt met de gids meelopen. Okay. En dan komen ze op een locatie en dan krijgen ze een hapje en een drankje en dan komt er een heel mooi optreden. Ja. En dit jaar hebben we 2 totaal verschillende soorten muzieksoorten. En, welke? De fanfare dan met muziek die ze dan eigenlijk niet gewend zijn om te spelen.
En we hebben dan een buitenlandse artiest, Amerikaanse. Ja. Sean Mayer. Ja, zeg het nog eens. Sean Mayer. Sean Mayer. Sean Mayer. En ja. We hebben een stukje Sean Mayer. Oké. Okay. Ja, en dan gaan we nu even naar kijken en luisteren. Benieuwd. Zag het er hartstikke professioneel uit. Kijk, ze speelt dus covers en ze speelt ook gewoon haar eigen muziek. Dus het is met welke mood ze is wat ze gaat brengen. Ja. En dan hebben we nog locatie en dat komt de locatietoneel. Dus Lieke Faber heeft voor die locatie... Ja, mag ik nog even terug naar deze zangeres? Natuurlijk. Ja, dat snap ik wel. Dan vraag ik me af, best een beroemdheid toch, als je dit ziet voor zoveel mensen... Waarom komt zo'n zangeres, of hoe krijgen jullie het voor elkaar om zo'n zangeres met alle respect naar een huiskamer in Liemde te krijgen? Omdat een zanger uit Nederland ook heel graag die kant op zou gaan, om diezelfde reden. Ja, ik zou het ook wel willen. Hè? Want het is toch zo, ze willen toch gewoon altijd verder, wijd is rijk. Dus, ja. Ja, maar als je daar in zo'n grote show staat voor duizenden mensen, dan kom je hier... Ja, maar dan moet je toch weer in een ander land bij nul beginnen. Ja. Plus er zijn natuurlijk meerdere optredens georganiseerd van haar, zodat zij dus toch ook bij ons komt. En hoor je ook van artiesten uit vorige jaren dat die zeggen, nou, het heeft me wel... Ze vinden het allemaal geweldig. Het is omdat het gewoon, de combinatie is gewoon geweldig. Het is een unieke locatie. Die mensen die muziek maken, die staan nooit op zo'n locatie muziek te maken. En die mensen die komen kijken, die verwonderen zich ook van, hey, wat gebeurt hier? En het is gewoon... Ze zijn maar met 50 man, dus het is ook heel, heel knus, heel, ja, heel speciaal eigenlijk. En spreek je dan later die artiesten ook? Ja. Bijvoorbeeld een jaar later, maar zeggen ze dan, nou, ik ben in Liemde begonnen, maar dankzij Liemde zit ik nu nou, in... Nou, die wij vorig jaar hadden, die waren allemaal bezig, dus maar misschien volgend jaar die uit Amerika, hè, dat die zegt van, hey, ik ben daar begonnen en nou ben ik doorgebroken in Europa. Ja. Zou zomaar kunnen. Maar je was aan het vertellen dat er nog meer was? Ja, kijk, dan hebben we dus cabaret hebben we natuurlijk. Want het is de bedoeling dat we eigenlijk vier totaal verschillende optredens neerzetten. Dus we hebben twee muzieksoorten totaal verschillend. Plus we hebben cabaret in de Mercedes. Ik weet niet of je die kent. Nog niet. En die Mercedes is eigenlijk een beetje gepromoveerde tonpraat, zeg maar. Die is best wel bekend. En die gaat ook op een locatie gewoon improvisatie cabaret doen en gewoon zijn normale cabaret. Wat is dat, improvisatie cabaret? Nou, dat hij gewoon dus, als jij bijvoorbeeld beweegt en je zegt iets tegen je buurman, dan gaat hij daarop in. Oké. Bijvoorbeeld, dus die gaat toch gewoon lekker zijn eigen gang. Dus dat is ook maar net wat hij dan voor ogen krijgt. En dan hebben we nog toneel, dus een toneelstuk speciaal op het... Op de locatie geschreven door Lieke Faber. Die heeft dat vorig jaar ook gedaan in de Klompfabriek. En dat is gewoon fantastisch, want dan is dat gewoon... Je hebt alleen maar attributen die daar zijn. Dat is vorig jaar altijd de Klompfabriek. Nu mag ik natuurlijk niet zoveel vertellen. Ja. En dan staan daar gewoon twee toneelspelers in een toneelstuk. Eigenlijk net zoals zo dichtbij. Ja. En wat ik me ook afvraag, die 200 man. Ja. Krijg je dan voorrang als je uit Boksel komt? Of kan je ook uit Groningen komen? Om hier in Liemde? Ja, dat komt eigenlijk uit heel Nederland. Maar de Boksel-Liemde is natuurlijk de grootste... Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt, het is uitverkocht, toch? Ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, het is uitverkocht, ja. Ja. Of Dommeland moet meelopen, dan kun je gewoon meelopen met je microfoon. Oké, dat lijkt me leuk, ja. Ja, dan neem je het gewoon op. Ja. En dan moeten we even over de rechten praten en zo. Daar komen wij wel uit. Ja, dat kunnen we ook live doen als je wil. Ja, dat zou ik niet doen. Okay. Want voor die mensen die meelopen is dat minder leuk. Ja, dat snap ik. Hè? Dus dat gaan we niet doen. Maar eens even kijken. En dan naar de rand komen er artiesten en de gastadressen en de organisatie. En de gidsen komen alweer terug naar het Hof van Liemde. En dan
gaan met z'n allen eten. Okay. Mensen kunnen een diner-arrangement regelen en dan sluit het gewoon. En hoeveelste jaar is dit, heb ik al gevraagd? Nee, dit is het tweede jaar. Het tweede jaar? Vorig jaar zijn we gestart. Okay. Uitverkocht na een week of twee weken en nu eigenlijk in een avond. Okay. Dus, en is er sprake ook in de toekomst van een live in Boksel? Of zeg je van... Dat weet ik niet of mensen in Boksel daar interesse in hebben. Er is vast over gepraat om het een beetje groter te maken. Nou, groter naar een ander dorp zie ik voor mijzelf niet zitten. Want misschien anderen dat wel willen. Maar, ja. Maar dan mogen ze dat ook gewoon? Natuurlijk mogen ze dat. Ze moeten het dan alleen geen live in Liem noemen. Nee. Toch? Ja, dat snap ik. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen als het in Boksel is. Nee, dat denk ik ook niet. Denk ook. Ja. Jij wilde iets vertellen over speciaal bier... Nou ja, zonder reclame iets te maken, eigenlijk over wat we dit. Ik zei net iets over dat we willen inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. En wat we dit jaar weer nieuw hebben, wat wel heel leuk is, is dat we hebben nu ook warme en koude broodjes belegd. En we hebben ook in samenwerking met onze lokale Liemse brouwer, hebben we 3 speciaal bieren, blond, trippel en wijzen. Eigenlijk speciaal voor het festival gebrouwen. Dus dat is weer iets typisch lokaals wat we weer neer willen zetten. Wat echt volgens mij een hele leuke uitbreiding is van het festival. Wat echt een stukje weer extra genieten. Nog ja, dus in de toekomst willen jullie behalve muziek misschien iets anders bieden. Eten, misschien iets doen of zo. Persoonlijk ze rijden of zeg je wel nee? Nou, ik denk dat... we zijn geen Lowlands meer met 17 verschillende eetentjes. Maar we hadden voorheen alleen frieten en snacks en zo. En dat is ook goed. Maar we hadden nu zoiets van, we willen toch iets anders, iets meer. En ook een speciaal biertje erbij. We hebben een lokale brouwer. Nou ja, 1 en 1 is 2. Dus ik denk dat dat echt... Het is klein, maar het klopt. Het is gewoon echt een heel gezellig. Een hele stichting of ja. Wordt er grof geld verdiend er wordt aan die zielige artiesten? Er wordt, als er grof geld wordt verdiend, dan wordt dat altijd weer teruggestopt in het festival. Het is geen... we hebben ook hele vriendelijke prijzen. Dus het is wat dat betreft niet het doel om veel geld te verdienen. Nee, maar nee. Jullie ook niet, denk ik. Live nee, dus we proberen het kloppend te houden, zeg maar. Ja. En dan, wat is kloppend houden? Gewoon, gewoon dat je wat je uitgeeft, dat je dat ook weer terugvangt. Ja, en een plezierige tijd. Dus er is eigenlijk niemand die er echt... het is eigenlijk een beetje vrijwilligerswerk, zeg maar. Ja, dat denk ik ook. Je doet dingen die je leuk vindt. En toch? Ja, ik wel. Ik krijg er niks voor betaald. Nee, maar ik ken festivals als deze, die klein zijn begonnen, die uitgroeien tot een groot commercieel evenement. Ja. Maar goed, dat is niet onze opzet, niet waarom we gewoon toch klein blijven. We kunnen misschien een keer vaker herhalen dan, weet je het is, want wij zijn met 5 man die het organiseert, daar willen we gewoon zelf ook graag mee lopen. Vaker herhalen bedoel je 2 keer per jaar of zo? Ja, dat zou dan eerder een optie zijn. Ja. Kijk, nu staan er mensen op de wachtlijst en die komen volgend jaar gewoon vooraan te staan. Ja. Dus die krijgen volgend jaar wel als eerste een mailtje van, we starten weer met de verkoop, we krijgen een uur eerder de tijd om... om te melden. Nou, hartstikke mooi. Dus dan klopt het weer, hè? Toch? Ja. Nou, dan is alles is duidelijk voor mij. Ja, hè? Dus dan zeg ik veel succes en hartelijk dank dat jullie hier waren. Nou, dankjewel. En tot volgend jaar misschien. Mocht er komen. Ja, ik hoop het. En succes. We kunnen 5 juni gewoon aansluiten. We kunnen het alvast in de agenda zetten als je wil. Ja. Zondag is limousine al dus. Ja. Ja, dus deze zondag. Zet het maar in, we houden het in optie. Het hoeft niet zo lang te duren. Oké. Wij gaan kijken naar Roel en Emiel. Ja, wie het zijn, dat weet ik niet. En die gingen afgelopen zondag eens kijken hoe het is gesteld met het moederdaggevoel in Boksel. Vandaag gaan we het hebben over moederdag. En waar kunnen we dan het beste beginnen? Natuurlijk bij het kunstwerk, de ode aan alle moeders in Boksel. Het is moederdag. Ja, ik weet het. Je gaat toen niet zelf de ruiten wassen? Dat moet wel, meneer. Zal ik ze even roepen? De ruiten wassen voor je moeder. En wat heb jij je moeder gegeven vanmorgen? Een cadeaubon. Een cadeaubon. Van 1,50? Nee, 4 euro. Zo. En jij? Een gemozaïekt glaasje. En was u er blij mee? Heel blij. Sorry. Echt blij? Ja, echt heel blij. Met een mozaïekglaasje, met een kaasje? Ja, echt heel blij. Heeft u kinderen? Ik heb een zoon. Ja. Aha. En komt hij nog? Die woont gewoon nog thuis, maar die was vanmorgen douwtrappen. Douwtrappen? Ja. Slow down, brother.
Vanavond in het familiediner gaat Bert van Leeuwen weer op pad om familieruzies op te lossen. Mijn moeder woont niet hier in Nederland. Die woont in? Zweden. Zweden? Ja, Zweden. En? Heb je ze gebeld? Nee. Dat is toch je moeder? Nee, het hoeft niet. Ik praat niet met mijn moeder. Maar dat is jammer. Je moet wel goed maken met je moeder. Ja. Ik denk ik ga bellen vandaag. Vandaag bellen? Ja, afgesproken. Afgesproken. Super. Doet u aan bodybuilding? Yes, bodybuilding. Bodybuilding? Bodybuilding, ja. Ja. Mag ik eens spierballen zien? Ja, spierballen. Zo. En wat heb je je moeder vanmorgen gegeven? Een vaas met een kaas erin. En... Een vaas met een kaas? Ja. En wat hebben jullie gegeven? Nee, een boekhanger. Volgens mij zie ik een moeder en een moeder. Ja, dat klopt. Ja, maar het is niet mijn moeder. Ah, dat maakt niet uit. Het is mijn schoonmoeder. Oh. Ja, dat zou je toch altijd qua schoonmoeder ben ik. We zien eigenlijk vrij weinig. Kan er niet... Ja, bodybuilding. Kom op. Eventjes. Jawel. Kijk eens wat een body. Kijk eens, dames en heren, voor alle moeders. Ja, dit waren Roel en Emiel. En ik moet even zeggen, even credits geven aan Emiel. Emiel is de cameraman en de editor en die maakt geweldige dingen, want ik sta er maar een beetje te interviewen. Maar Emiel, complimenten. Nou, we gaan verder met de uitzending. Bij mij zit Arjen Witteveen. En we gaan het hebben eigenlijk niet over het parkeerbeleid, waar zoveel over te doen is, maar vooral over betaald parkeren. Want jij stond met een heel groot stuk in het Brabants Dagblad. Ja. Prominent met een grote foto. Ja, ik kon dus... nog net iets hoger, hè, die foto. Ja, hij had toch iets groter kunnen nog. Ja, dat bedoel ik ook. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het gaat er inderdaad om over het betaald parkeren. Ik wil niet allemaal in herhaling vallen, er werd er allemaal in de krant uitgestaan en op Facebook en overal, op allerlei media en zo. Ik heb veel liever dat we vooruit denken, dat we gaan verbinden. En ik heb veel liever, inderdaad, er gaat ook een proef komen met blauwe zone. Maar goed, die heb ik veel liever nog vanavond dan morgen en ja. Zo. Hè. Dus ik hoop dat dat heel gauw doorgezet gaat worden. En ik heb dan ook liever dat het blauwe parkeer, of dat de blauwe zone, hè, dat het blauwe parkeer, dat zich dat over heel het centrum van Boksert uitbreiden. Ja, ja, want je zet je eigenlijk in voor de winkeliers dus. Ja, ik ben vroeger winkelier geweest en ik ben nog steeds wonen we nog in de Rechterstraat. Ik heb, en wat heb daar, je ik fiets dag en te koop aangeboden voor de mensen wat? Thuis? Wat heb je te koop aangeboden? Vloerbedekking, gordijnen en bedden. Oh, vloerbedekking. Hoe is de vloerbedekking? Ja, daar zullen we straks over praten. Oké. Okay. Dat komt goed. Maar in ieder geval, en ik ben, ja goed, bezorgde bokselaar, schrijf ik wel eens een brief, maar toch met de beste bedoelingen voor Boksel. En er gebeurt een hoop in Boksel en ook een hoop goede dingen, ook van bovenaf aan, dus daar gaat het niet om. En als ik dan met een zaak bezig ben, dan gaat het echt om de zaak, niet om personen zo, maar echt op de dingen. Ja, ja. Nee. En ja, ik denk als dat dus, dat die proef gaat lukken, gaat starten met die blauwe zon. Ja, wat je zegt, dat wil ik dan graag zo. Liefst zo gauw mogelijk. En wat houdt dat precies in, de proef met de blauwe zone? Dus dat er op het stukje pleintje achter het gemeentehuis, aan de zijkant van het gemeentehuis, daar komt een aantal, daar zijn nu, op het ene stuk zijn wel parkeerplaatsen, andere stukken niet, maar er wordt er nu wel zo ingericht voor parkeerplaatsen bij het gemeentehuis. En dat de mensen daar dan voor een bepaalde tijd met een blauwe zone, dus met een parkeerkaart kunnen. Ja, kan je 2 uur staan, geloof ik, hè? Kunnen 2 uur staan, als het goed is. Maar, en in ieder geval, en dan gaat het... af van het betaald parkeren. En ja, daar ben ik een sterke voorstander van tegen het betaald parkeren. Ja. Maar ik ga liever voort en ik heb nog een ander voorstel in mijn kop zitten naar de raadsleden toe. En dan wil ik straks toch even brengen. En dan wil ik na de hand weer met hun graag over hebben. Want ik wil door, ook voor Boksel, ook voor de winkels. Ja, oké, maar de eerste fase is dus het betaald parkeren afschaffen. Maar dat heb ik graag, ja. Maar, ja. Maar wat zouden daar de voordelen van zijn? Dat, voor de klanten. We moeten de klanten koesteren die er zijn. Die moeten we omarmen. Die moeten we met een schaaltje moeten we die binnenhalen. Want tenslotte, daar gaat het om. En als, alle barrières die weggehaald kunnen worden om die klanten naar Boksel te trekken, die streef ik na. En onder andere een barrière is en kan zijn het betaald parkeren. En dat heeft dan ook, en als dan het betaald parkeer voorbij is en er komen veel meer klanten naar Boksel,
dan wordt het ook voor potentiële huurders van panden die nu nog leeg staan, wordt het dan ook aantrekkelijker, want die lopen met een lijstje door plaatsen. Ik loop wel eens door Boksel, maar er staat heel veel leeg, hè? Het valt op het moment wel mee. Er wordt heel creatief mee omgegaan. Het is creatief met die leegstand. Er zijn ook overleggen vanuit de gemeente met de bewoners, met de eigenaars, met de pandeigenaren, met de winkeliers van de aanloopstraten. Dus er is heel veel aandacht voor. De gemeente heeft vorig jaar €1 miljoen beschikbaar gesteld. Heel fijn, als een soort economisch stimuleringsfonds. Uit het stimuleringsfonds kon een verplaatsing plaatsvinden. Kreeg iemand die vanuit het ene gebied naar het andere gebied ging, kreeg €5.000. Maar ik kan me ook indenken, als er nog wat in die pot zit, dat als er mensen komen van buiten Boksel naar het centrum van Boksel, dat die ook van de gemeente iets krijgen. Ook moet dan de gemeente weer in overleg gaan met de huurder. He, en dan misschien is het dan ook weer aantrekkelijk. Maar dat zijn dus allemaal stappen die genomen kunnen worden, ook ten aanzien van betaald parkeren. Hoe is het eigenlijk met de middenstand gesteld in Boksel? Is dat nou heel slecht of gaat het best wel redelijk? Hoe moet ik dat zien? Heel slecht niet, gewoon heel redelijk. Maar natuurlijk, de wereld draait door en alle ontwikkelingen die gaan ook aan Boksel niet voorbij. Was er maar, dan was het nog hartstikke druk. En daarom zeg ik steeds, we moeten al de barrières voor de klanten die er zijn, die moeten we wegnemen. We moeten die klant moeten we echt op de vriendelijk gebaar naar Boksel halen en zorgen dat ze hier blijven. Misschien iets meer organiseren ook om de winkeliers te trekken? Als ik naar City Management kijk en beleef Boksel, dan wordt er toch in de weekenden wordt er heel veel georganiseerd. Dus dat loopt wel. Dat heeft weinig. Vertaalt zich nog weinig naar door de week. Hè. Vroeger hadden wij bijvoorbeeld maandag wasdag, woensdag hakdag en vrijdag feestdag. En daar kunnen we door de week ook activiteiten doen. Als het drukker wordt en er komen meer winkels bij, dan kan er weer meer geld in de pot zitten. En dan kunnen we ook door de week activiteiten gaan doen. Ja, dat klopt. Maar de activiteiten die ik ken, bijvoorbeeld Beleef Boksel, is vooral op de markt gericht. En dan ga ik naar de markt kijken en dan ga ik weer naar huis. Als het 10 dagen geleden met de Oranjebraderie, toen was het vanaf de markt helemaal tot aan Brukelen. Dus het was op de markt, het was bij de Kroon, het was in het stuk bij de Hemert, het was Stationsstraat in de buurt van Anisma. Ja, ik mag misschien geen namen noemen, maar heel de Broekstraat. Als je een heleboel noemt, dan maakt het niet uit. Als je een heleboel noemt, nou goed, dan bij mijn collega Nout, die had matrassenshow bijvoorbeeld. Ja, dus ik wil zeggen, alle complimenten voor organisatie toen. Dus, maar de mensen moeten ook doorlopen en inderdaad, ze moeten dan ook de kans krijgen om over naartoe te gaan. En dat is, jij had dus ook door moeten lopen en dan had ik kunnen zien dat er een hele hoop te doen is in Boksel. Dus dat wil wel, maar er kan nog meer gebeuren. Ja, wat? Wat ik zeg, doordat er door middels die belemmering van door de week weg te nemen, daar kunnen we op doorbeduren. Meer winkels aantrekkelijker maken voor het dorp. En BMW hebben daar een voorstel voor gedaan voor het parkeren, ook een onderdeel van de parkeervergunning. Maar eigenlijk zijn de raadsleden die beslissen in Boksel. Er zijn hier 23 raadsleden. En BMW, die doen er natuurlijk uitvoeren, alle lof daarvoor. Maar de raadsleden die beslissen. Dus ik wou graag met die raadsleden een keer een conclaaf om te kijken of dat er ten aanzien van betaald parkeren en ten aanzien van parkeervergunningen en de andere invulling kan komen. En dan bedoel ik dat alle parkeervergunningen eigenlijk aan de kant gaan. Dat Boksel verdeeld wordt in 3 zones, vanaf het centrum richting station. In het centrum op de markt parkeren van 1 uur, 1,5, 2 uur, dat is allemaal te bekijken. Als je dan niet verder gaat, 2, 2,5 uur en bij het station 3 uur. Allemaal zijn mijn gedachten, maar daar kunnen we over praten. En dan geeft dat zijn voordeel. Parkeervergunningen die er nu zijn, die zouden dan alleen maar tegen kostprijs opgehaald en betaald moeten gaan worden. Dus dan kunnen alle mensen, dan is er geen heisa meer met ziekenverzorgers, met mensen die naar bejaarders moeten, met ooms en tantes, met opa's en oma's op bezoek komen. Dan hoeft niemand meer ingelogd te worden. Ja. Al die maar als het allemaal moet doen, zo duidelijk is, volgens jou, mag ik jou zeggen? Ja, zo duidelijk ja, is volgens jou, waarom kiest dan, om het nog maar even over het parkeerbeleid te hebben, waarom kiest men dan toch vele mensen net voor een andere manier? Dus gewoon met de parkeervergunning. Wie kiest voor een andere manier? Nou, ik bedoel, jij. De raad, die heeft daarvoor gekozen. Maar zij hebben de argumenten en wij hebben de argumenten. En die wil ik nog graag eens een keer langs elkaar leggen. Ik wil graag die interactie hebben. We hebben eigenlijk als winkeliers, niet dat ik weet, echt rechtstreeks nog een keer met hen gesproken. Terwijl ze wel beslissen. Ja. De beslissing wordt in de gemeente genomen. Dat zou een keer moeten gebeuren, natuurlijk. Had al lang gebeurd moeten zijn. Kan zijn. Ik bedoel, er is ook een ontwikkeling. Er zijn plannen die lopen al een hele hoop jaren. Hè. Op een gegeven moment komt het tot een beslissing. Dat is vorig jaar geweest.
Maar onderwijl, wat ik net zei, de wereld gaat door, hè. Hele ontwikkelingen gaan allemaal verder. Dus zeg ik, we moeten eens een keer gewoon, een keer niet met 23 raadsleden, er zijn 8 fractievoorzitters. Elke fractie heeft leden in zijn raad, in zijn fractie, die gaan over het centrum, over het economisch plan en zo. Dus met 8 man vrouw zou ik graag met een paar andere mensen een keer met hun gaan overleggen. Maar ik denk dan ook, is het niet een beetje vechten tegen de bierkaart? Je hebt tegenwoordig internet. Als ik iets wil kopen, dan ga ik toch vaak naar internet. Je moet dan met de auto naar Boksel. Je moet ervoor betalen. Dus daar betalen. Maar internet, ook sfeer en beleving. En er zijn toch een hele hoop producten die je echt in de winkel moet zien. Dus inderdaad, internet neemt omzet weg bij winkeliers. Niet alleen in Boksel, maar in het hele land, in de hele wereld. Maar als we met z'n allen Boksel aantrekkelijk kunnen maken, qua omstandigheden, qua sfeer, qua beleving, dan moet dat lukken om Boksel weer heel duidelijk op de kaart te kunnen zetten. Nou ja. En dan wordt dat Boksel een bruisend dorp. Vanavond is er weer een vergadering, gaat over toerisme en zo. Ook die toeristen moeten naar Boksel kunnen komen. Die moeten ook gewoon ergens de wagen neer kunnen zetten, vrij kunnen parkeren. Ja. Het een is met als het ander. Je kijkt naar de gemeentes om ons heen, ja. Sint-Oederode, Rooi, Gestel, Best, Oorschot, Schijndel, Vught, noem maar op. Het is allemaal gratis. Ja. En ik zeg niet als het hier gratis wordt dat ze vanuit Groningen naar Boksel komen te parkeren. Maar ik zeg wel dat de mensen dan in Boksel meer bereid zijn om Boksel te blijven dan dat ze weggaan naar buiten Boksel. Ja. Dat is de insteek. Maar ik hoorde de wethouder ook zeggen, de mensen kunnen wel op de fiets komen. Dan denk ik, dat is toch niet van deze tijd, hè, op de fiets? Nee, goed, er zijn mensen die op de fiets kunnen komen. Ja, ik fiets ook de hele dag door het dorp. Maar goed, er zijn gewoon vaders en moeders met kinderen. En er zijn oudjes, die komen met de auto. Dus dat kan ik niet tegenhouden, niemand niet. Maar goed, dat is een keus, die maken ze zelf. Die kan niemand voor een ander nemen. Dus daar kunnen we ook niet in treden. Maar er zijn mogelijkheden om naar het dorp te komen. Ja, allerlei mogelijkheden. Ja. Koop je zelf wel eens iets op internet, Ariel? Nee. Nooit? Niks. Nee. Principieel? Ik kan hier een bak met warm water neerzetten, kan mijn hand even in het vuur steken. Echt niet. Nee, uit principe? Of? Uit principe, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, dat is een mooi principe. Dus, vanuit mijn standpunt bekeken wel. Vanuit die internetaanbieders natuurlijk niet, maar voor het dorp is het wel goed. Dus, Maar je stelt eigenlijk voor, je zou voor willen stellen aan de kijkers van, koop eens wat minder internet. Al die argumenten die ik steeds noem, en dan val ik in herhaling, is dat steeds als die verboksel plussen, dan zien we de klanten graag tegemoet. En dan wordt het weer een bruisend centrum. Ja. Zou de gemeente nog iets meer kunnen doen voor de winkeliers en voor het centrum dan alleen zeggen, we hebben het betaald parkeren? Er gebeurt al een hele hoop. De route in het dorp is aangepakt, de staproute. De markt wordt opnieuw herinkerd. Dat is vanaf de basiliek naar Kasteel Stapel, die is helemaal opnieuw bestraat. Nieuwe andere verlichting, andere beplanting en zo. Dus dat is al aantrekkelijk geworden. Er is een plan voor de markt, maar goed, dat willen we ook graag weer hebben. Hè, als het wat gezelliger wordt, ook die sfeer, die beleving, die telt ook heel erg. En daar werkt de gemeente in overleg met de ondernemers heel erg aan. Dus dat loopt. Maar er zijn nog een paar puntjes. En ik wil je zo snel mogelijk. Ik ben van de haastige, ik ben van de snelle, dus ik ben ongeduldig. Dus ja. wanneer wil je aan de slag? Oh god, vanavond nog als het moet. Ze kunnen mij bellen, dus ze hebben mijn telefoonnummer. Ja? Dus gemeente, hier zit gemeente. Bel hem op, Arjen, je hebt zijn nummer. Ja. En hij heeft het goed voor met de gemeente Boksel, toch? Zo is dat, ja. Bij het insteek is altijd goed en inderdaad voor Boksel. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, graag gedaan. Nou, wil je nog iets vertellen? Zijn we nog iets vergeten? Nee, niks vergeten. Nee. Nog een keer weer snel beginnen aanpakken. En ook graag in overleg komen met de raadsleden. Of dan met de fractievoorzitters of de vertegenwoordigers ervan. En dan Boksel omhoog. Boksel bruisend maken en Boksel bruisend blijven. Oké. Boksel bruisend maken en Boksel bruisend. Dat Boksel bruisend blijft. Hè? Dat alliteratie, dat Boksel bruisend blijft. Ja. Daar gaan we voor vechten, hè? Heel graag, ja. Oké. Arjen, dankjewel. Het was hartstikke leuk dat je hier was. Ik vond het fijn dat ik uitgenodigd werd. Dus ik ben geen Geert Hoes, maar had geen redelijk. Nee, heb maar een keer met jou moeten doen. Het is niet anders. Voor deze keer. Ja, maar andere keer weer beter. Ja? Oké, ik zou zeggen, tot kijk. Voorzichtig voor de vloerbedekking. Ja. Nee, dat zullen we daken geloven. Ja. Komt goed. Oké. Even kijken waar ik nou ben. We krijgen zo meteen, Zometeen de organisatoren, twee mensen van de Oldtimerdag in Boksel.
En die gaan hier zitten zo meteen. Maar dat doen ze ondertussen dat wij een filmpje afdraaien. En het is een filmpje van de Oldtimerdag van een jaar of twee geleden. Vereniging Terug in de Tet. Zeg ik dat goed? Terug in de Tet? Ja. Top. Organiseert voor de 26e keer al de Oldtimerdag. En bij mij zitten, eventjes kijken, Rien van Helverhoort en Theo Megens. Ja, klopt. Rien. Ben ik, ja. Ja, jij bent volgens mij de allereerste die het organiseerde. Ik ben inderdaad de allereerste. Ik ben 27 jaar geleden daarmee begonnen op de markt in Boksel. Daar hebben we dus 10 jaar gedaan. En omdat het steeds drukker werd, hebben we op een gegeven moment een andere locatie gezocht. Ja, even terug naar de Oldtimerdag. Dus je begint op de markt met een paar auto's ja, gewoon We zijn in de tijd ongeveer met 10, 12 auto's begonnen. Een aantal oude motorfietsen. En van het een kwam het ander. Ieder jaar werd het drukker. Tot op een gegeven moment de markt eigenlijk te klein was. We hebben toen met de gemeente Boksel ook overleg gepleegd en gezegd, kunnen we die markt niet helemaal tweede Pinksterdag vrijmaken, dus autovrij. Dat ging niet al te best. Toen heb ik dus contact gezocht met de vereniging Terug in de Tet, de toenmalige voorzitter, die kende ik goed. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan dat in Liemde doen, want Liemde is toch een plaatsje waar dus toch wel ja, nostalgie, hè? Ja. En dat is toen goed gelukt. En ja, tot op heden ja, doen we dat nog steeds. En net wat ik zeg, toen hadden we dus ongeveer 10, 15 auto's. En momenteel is het zo, komen er toch wel ja, 200 of meer auto's. Ja. 70 tractoren en dan een paar honderd bromfietsen en zo Lexen. Ja. En ja, dat gaat gewoon bijzonder goed. En Liemde is, net wat ik zeg, dat is toch een plaatje waar zich daar bijzonder goed voor leent. Ja, ja. En ja, dat gaat nog steeds goed. En ik vraag me, maar wanneer is nou iets een oldtimer dan? Wanneer mag ik met een... Nou, wij hanteren bij ons het volgende. De oldtimers, dat zijn auto's, tot 1950 dus. Van 1900, toen het autotijdperk begon, tot 1950 hebben wij als zijnde oldtimers. Maar dat is jullie eigen criterium misschien? Nou, dat is want, niet... Ja, eigen... Ik heb dus zelf in het verleden dikwijls oldtimerritten meegereden. En ja, dan kom je er op een gegeven moment ook achter wat andere clubs en verenigingen hanteren. Nou, dat hebben wij gewoon aangehouden. En dus tot 1950 geldt voor ons als zijnde een echte oldtimer. En van 1950 tot
1975 houden we zogenaamd voor de klassiekers. Oké. Okay. Want je moet natuurlijk ergens een limiet stellen van tot zover gaan we. Want anders heb je dadelijk een oldtimer dag waar jonge auto's mee rijden. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik hoorde pas de term youngtimers. Ja, dat is maar net waar je van houdt natuurlijk. Ja, daar hou je helemaal niet van. Nee, eigenlijk niet. Want ik heb, maar onzin, denk je. Misschien wel. Ja. Maar goed, ook daar zijn mensen voor. En ieder heeft zijn eigen hobby en zijn eigen mening erover. Ja. Ja, ik ben eigenlijk altijd van huis uit een echte oldtimerman geweest. Ik ben vroeger met oude bromfietsen en motorfietsen begonnen. Ja. En ja, van lieverlee ga je dus zo verder. En dan krijg je op een gegeven moment een behoorlijk evenement dat er uitgegroeid is. Leuk hoor. Ga ik even naar Theo. Wat is er precies te zien? Wat kunnen we allemaal verwachten dit jaar bij de oldtimer? Wat kunnen we verwachten? Allereerst wil ik iedereen uitnodigen om te komen kijken, sowieso. Hè, want het is toch in het centrum van Liemt, daar bruist het. We beginnen met oldtimers. In het algemeen dus. De klassiekers hebben een rit door Liemt. De brommers, de motors, de oldtimers, de tractoren, die nemen wij allemaal mee. Ik zelf zit mee in een politieauto samen met nog iemand. En wij zijn, we zeggen, het startschijn geven wij. Dus dan een rondje door Liemt en dan komen ze allemaal naast, door de kiosk heen gereden of ernaast. Ja. Een soort defilé. Want het rondje, is dat de keistampersrit of niet? Nee, het is een rit georganiseerd door inderdaad mensen die hem zelf uitgezet hebben, de keistampers. Maar bijvoorbeeld de bromfietsen, dat doen de bromvliegers, die doen zelf ook een rit uitzetten. Okay. De tractoren zetten zelf ook een rit uit. De Solexen zetten ook zelf een rit uit. Alleen wij begeleiden ze zeg maar naar het eerste punt en daar gaan hun rit vervolgen. Okay. Ja, sommigen die lunchen onderweg en die komen dan mooi allemaal weer druppelsgewijs binnen. Ja. Maar goed, was er allemaal nog meer te zien? Er zijn ook schommels, zweefmolen, dat soort dingetjes. Hè? Er zijn dezelfde zweefmolens als bij Limousine waarschijnlijk. Ja, die laten we gewoon staan. Hè? Ja. De mensen zitten nog in, die kunnen gewoon blijven zitten. Die kunnen blijven zitten. Diegene die een behoorlijke rittenkaart gekocht heeft, kan blijven zitten. Ja, goed, dezelfde tent staat er van Limousine, alleen dan een iets andere bezetting. We hebben smiddags ook een band, hè? Dan wel gericht. Welke band? Als slaarde me dood. Ken ik niet. Nee, maar die, er komt in ieder geval een band, een beetje ook met lekkere rock'n'roll muziek. Okay. Dus we kleden dat aan. Nou ja, goed, voor de inwendige mensen wordt ook gezorgd. Er is een ijskookraam, je kunt er broodjes kreunen en volgens mij ook soep en dat soort dingetjes allemaal verkrijgbaar. Dus ja, eigenlijk een hele gezellige dag. Oké, nou hartstikke mooi. Gaan we regelen. Ja, toch? Ja. Maar dan terug even op die keistampersrit, want ik dacht dat die oldtimers dan een grote ronde gaan maken en dat dat dan de keistampersrit was, maar ik zit ernaast. Nou, je zit er niet naast. Het is zo, ik heb net wat ik zeg straks al zei, wij zijn dus in Boksel begonnen met de keistampersrit. Boksel was dus het keistampersgat. Toen hebben we dus die rit gewoon keistampersrit genoemd. En toen is dat in Liemt is dat gewoon doorgegaan, laat ik het zo maar zeggen. En die keistampersrit, dat is meestal een rit die we uitzetten en die is ongeveer 70, 80 kilometer lang, nagelang. Dus ja, en dan hebben we in het midden van die rit ongeveer hebben we een pauzeplaats. Dat is op verschillende locaties. Maar ja, zo'n rit, dat is net als ik zeg 70, 80 kilometer. En dan komen dus we vertrekken in Liemt. Rijden we altijd al een rondje Liemt, laat ik het zo maar stellen. Dan vanaf Liemt vertrekken we dus en naar een pauzeplaats. En dan is het weer 30, 35, 40 kilometer weer terug. Ja. En dan, één jaar is de rit 70 en het andere jaar is de rit 80 kilometer. Rijden jullie dan op je gemak of zo? Want laatst was in het nieuws in Zwitserland, daar gingen ze allemaal op de bon, hè? Daar gingen ze allemaal op de bon, dat was de tulpenrally. Ja. Maar goed, dat hebben wij dus niet. Maar we krijgen hier, is het zo, iedereen krijgt dus een routebeschrijving, laat ik het zo maar zeggen. En men kan dus gewoon op eigen houtje gewoon die rit rijden. Alleen tijdens het wegrijden hebben we een soort defilé, laat ik het zo zeggen. Dus ze gaan allemaal in Liemt gaan ze dus weg. En dan kunnen ze in principe gewoon op eigen houtje rijden. En of dat ze nou op die pauzeplaats een half uur of een uur blijven staan, maakt in principe niet uit. Ja. Als ze maar om 4:00, 4:15 terug zijn, dan hebben we dus een prijsuitreiking. En wat voor prijs? Nou, de mooiste koplamp? Nou, de blinkendste prijs? Nou, het is zo, die prijs dat is eigenlijk niet, dat stelt niet veel voor, maar het is gewoon om de mensen toch een klein beetje te stimuleren. We kijken dan wie dan een mooi voertuig heeft, een origineel voertuig heeft. Ja, ga ik even aan Theo vragen, wat is er nou een mooi voertuig? Of is het niet zo dat iemand met de duurste auto, de oudste Rolls-Royce, automatisch wint? Of kan iemand in een Opel Kadett van...
Ik denk inderdaad ook dat op de staat van het voertuig gekeken wordt. Hoe origineel is hij? Ja. Hè? Het kan een heel mooi voertuig zijn en er kan natuurlijk een hele hoop aan gedaan zijn wat niet meer origineel is, waardoor dat hij zijn waarde verliest. Oké, dus het moet origineel, nieuwe wieldoppen, dan is het gelijk... Ik zit niet bij de jury. Ik zou zeggen, als het glimt vind ik het goed, maar de jury kijkt heel kritisch en ieder schroefje wat er niet op hoort, dat wordt een aantekeningetje eigenlijk van gemaakt. Oké, want die lopen rond met, want ze staan allemaal uitgesteld en dan lopen ze gewoon... Die heeft dan inderdaad die prijs gewonnen. En die mag dan ook even in het midden staan dat hij geshowd wordt. En is daar wel een klein beetje pik en pook of zo? Mensen die denken, mijn auto is de mooiste. Ja, natuurlijk. Hè, een beetje roepen over je eigen auto. Hè. Of van hij het gewonnen en de mijne is veel mooier. Want, Het wordt naar de rand gewoon gezellig een pilsje gedronken met z'n allen. We hebben een beker of we hebben een iets gewonnen. Het is gewoon saamhorigheid. Ja. Dus dat is eigenlijk ook het doel van de oefening. Oké. Maar jullie hebben zelf ook een oldtimer natuurlijk. Lijkt mij. Ja, dat klopt. Een echte oldtimer? Ik heb een echte oldtimer. Ik heb zelf bijvoorbeeld een open record 1970, maar dat was toen een oldtimer. Ja. Maar volgens... Net wat ik zeg, als je een beetje in de oldtimer gebeuren zit, dan moet je natuurlijk zelf een oldtimer hebben. Ja. Ik heb er diverse gehad. Ik heb er ook nogal wat gerestaureerd. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn hobby. Hobbymatig heb ik gedaan. En ook een beetje in verband met mijn werk. Ja, ik heb zelf een Ford uit 1929. In verband met je werk? Ik ben altijd automonteur geweest. En als je in de werk... Snap je wat ik bedoel? Een metselaar gaat niet zo gauw. Nee, daarom. Dus dan zit je een beetje in dat werk. En dan is dat toch wel aantrekkelijk als je dan een oude auto hebt. Ja. En dat is ook makkelijk. En je hebt volgens mij heb je daar iets van gehoord al, van jou? Het is geen personenauto, of wel? Momenteel heb ik nog een vrachtautootje van 1929. Dus dat was toen de tijd een vrachtautootje tegenwoordig. Maar je hebt dus ook... had ik wel bij, maar die heb ik dus niet... Had je het nog willen zien? Ja, ik had ze graag willen zien. Ja, maar goed. Dan moet je maar beschrijven. Vierwielen? Vierwielen uiteraard. Ja, klopt. En laadvermogen van een paar ton was toen al heel wat in die tijd. En daar moet je nog een beetje mee kunnen rijden met zo'n autootje ook. Ja. Het is niet zo dat je daar zegt van starten. Dat is allemaal een beetje... Maar rij je alleen in de zomer of zo? Meestal wel, hè. Ja, in zomertijd. En dan rijden we wel eens wat oldtimer ritjes hier en daar. En dat is wel leuk natuurlijk. Ja. En jij hebt geen oldtimer? Nee, ik zit er niet zo lang bij de club, hè. Okay. Dus wat dat betreft, nee. Eerder een youngtimer. Ja. Dus... Oh jee. Ja. Had het me niet gezegd. Nee, daarom. Ja, daarom zitten we ook een beetje van elkaar. Ja. Moet toch, hè. Ja. Dus, nee, ik heb geen oldtimer. Okay. Misschien komt dat nog wel ooit, maar... Ja, ik heb dan zelf een oldtimer gehad. En dat was toen in verband met de belasting en zo, kon je... Ja. Hè? Dus, maar dat is tegenwoordig allemaal afgeschaft, hè? Je kan tegenwoordig geen oldtimer, geen auto van... Die regels zijn allemaal veranderd, hè? Ja. Vandaar die youngtimer. Ja. Dat is dan nog wel enigszins een belastingvoordeel. Ja. Dus, dat wel. Maar wat is nou precies... Ja, je moet er een bepaalde passie voor hebben voor een oldtimer. Want ik heb... anti-roesten behandelen. En dan was ik na 3 weken weer terug bij het punt waar ik was begonnen. Dus, daar weer te roesten. Als je eenmaal met dat werk, als je daarmee begint en je doet dat goed, als een auto goed gerestaureerd is, al is hij nog zo oud, als je het goed doet, dan gaat je ook weer jaren mee. Ja. Dat wil niet zeggen dat je er eens een keertje iets aan moet repareren, maar dat moet er met een nieuwe auto ook in principe. Ja. Kijk, maar een oldtimer, als die goed gerestaureerd is en het wordt netjes gedaan en goed, dan gaat hij weer jaren mee. Ja, die houdt ook zijn waarde. Die houdt ook zijn waarde, in principe. Of wordt zelf meer waard, of niet? Ja, sommigen wel, sommigen niet. Het is maar net welk, hoe valt het kwartje. En sommige mensen zeggen, heel veel mensen zeggen, ik heb een auto die is zoveel waard. Dat is natuurlijk gauw gezegd. Ja, maar de gekke voor geeft natuurlijk. Je moet wel een mannetje tegenkomen die centjes heeft natuurlijk. Ja. En dat is altijd maar afwachten. Ja. En je wordt, de oldtimer gebeuren, daar heb ik net gezegd, altijd ingezeten. En dat vind ik gewoon leuk doen. Ik snap het. Ik doe ook nog wel eens, ook voor andere mensen soms wel eens een kleinigheidje maken. Of wat revisiewerk of zo. Ja. Maar nogmaals, dat heeft mijn werk ook meegebracht natuurlijk. Ja, want zo'n ding restaureren of zo'n ding opknappen, dat is gewoon hartstikke duur. Er gaan uren tijd in zitten. Ik heb uren onder die auto gelegen en het hield niks. En ook het bewerken van materiaal. Als je bijvoorbeeld iets opnieuw moet laten vergromen, dat is gewoon peperduur. Ja. Ja, anderzijds is het zo, als je het goed wil doen, moet dat dus ook wel gebeuren. Ja. Dat is maar net waar je voor kiest natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Het was jouw eerste jaar, hè?
Nee, ik doe al wat jaren mee, altijd met Terug in de Tijd. Dus ja, dat is gewoon de vereniging en die zit ik mee in de organisatie. Dus het is niet mijn eerste jaar. Nee, we zijn er een, ja, hoe lang dat ik erbij zit, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar we zijn er toen bijgegaan en ja, we doen niet alleen de oldtimer, maar we doen ook meerdere dingen. Ja, ja. En wordt ook deze vraag, wordt het ook elk jaar groter bij jullie? Of hebben jullie nou de limiet bereikt? Of? Nou, of gaan ze van Heinde en verder naar Liemde komen? Ja, ze komen van Heinde en verder. Want het is zelfs zo, we hebben al jaren komen er ook een aantal mensen uit België bijvoorbeeld. Maar de mensen komen ook richting Rotterdam. Dat is Heinde en verder? Nou, Heinde en verder. Amsterdam, Utrecht, ja, Drenthe. Frankrijk is ver. Frankrijk is misschien voor ons een beetje te ver gegrepen. Maar misschien in de loop der jaren. Misschien na deze uitzending dat ze zeggen, nou, we vinden dat wel leuk en we gaan eens toch eens naar Liem toe. Als ze in Parijs naar Dommeland Live hebben gekeken. Bijvoorbeeld, ja, wie weet. Dat zou dus kunnen. Ja, wie weet. Wie weet. Ja, dat zou het best maar kunnen. Het wordt wel ieder jaar groter. Alleen, we hebben dus wel op een gegeven moment hebben we wel een keer de remmer op moeten trekken. Want op een gegeven moment dan wordt Liem ook gewoon te klein. Dan hebben we te weinig parkeerplaats. En ja, dan moet je die auto's zo kort op elkaar zetten dat er voor de deelnemers ook zeker niet aantrekkelijk is. Nee. Is er wel eens een auto beschadigd? Er is wel eens een auto beschadigd. Oh jee, dan komen ze bij jou verhalen halen. Nou, dan komen ze geen verhalen halen, want al die deelnemers die krijgen dus een routebeschrijving. En ook die krijgen dus een inschrijving. En er staat duidelijk op dat het voor eigen risico is. Ja. Dat is overal, bij alle oldtimerritten en dergelijke evenementen, wordt dat gewoon van tevoren verteld. Oké, maar ik kan me voorstellen als er iemand in parkeer is... En die per ongeluk jouw spiegeltje eraf. Maar dan is het wel zo. Dan is het even... Nou is het wel zo. Die meeste oldtimer mensen die zijn allemaal wel een beetje alert daarop natuurlijk. Ja. Het is niet zo dat ze daar een beetje rond gaan liggen te crossen. En bovendien, dat wordt ook door de organisatie wordt er wel toch wel enigszins op gelet. Ja, ja. En dat is natuurlijk terecht. Ja, en veel man achter het stuur natuurlijk. Hè? Grapje. Nou, weet ik niet. Nee, zonder gekheid, zijn er veel vrouwen in een oldtimer? Nou, die zijn er. Ja, ja die zijn er wel. Die zijn er wel. Het is niet zo dat die overheersen, maar die zijn er wel. Ja. Waarom niet? Ja. En maar die hebben dan ook, of de chauffeurs hebben ze dan ook zo'n ouderwets ding op en zo? Nou, die zijn er wel. Ja. Ja. Sommigen zijn helemaal Gewoon in stijl gekleed. En als je met name de Franse auto's, ja, die zijn dan zijn die dames, die zijn ook allemaal een beetje in de Franse stijl gekleed. En de mannen ook. En ja, op zich is dat wel leuk natuurlijk. Ja. Maar hebben ze natuurlijk lang niet allemaal. Nee. Maar wel leuk. Ja. Ja, dat is wel leuk. Ja, kan ik wel iets bij voorstellen, ja. En dan mooi weer erbij. Heel belangrijk. Dat zijn veel cabrio's natuurlijk. Ja, dat scheelt gewoon dag en nacht met mooi weer. Hè? Kijk, want die oldtimers die worden natuurlijk ontzettend goed vertroeteld. Ja. Dus als ze morgens 3 regendruppels zien, dan zeggen ze van, dat gaat hem niet warm vandaag. Ja. Dus ja, daar staat ook zo'n evenement mee. Ja. Dus als het iets regent, dan komen er minder... Ja, het is zo, als het morgens redelijk goed weer, het is droog, dan komen er best veel open auto's. Ja. Maar als het morgens al regent, dan zijn er al heel veel mensen die zeggen, nou we haken af, want we gaan daar niet naartoe. Ja. Kijk, als er overdag een keer een buitje komt, dan is dan nog een daar naartoe. Ja. Maar smorgens is al, dan haken er al veel af. En dan lopen ze dan ook, hebben ze dan een koffertje met een poetsdoekje erin van, hey, ook dat gebeurt nog. Regent. Ja, er zijn er wel die daar op een gegeven moment nog de koplampen even een keer een doek erover. Ja, dat kan ik wel iets bij voorstellen, ja. Die zijn dus wel heel erg fanatiek. Niet even bij de buurman met een spijker eroverheen en zo. Okay. Ja, even. Spijker, ook een oude auto trouwens. Spijker, een oude auto. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, ik hoop voor jullie dat het hartstikke druk wordt. Ja, dat denken we ook wel. Ja. Dus laat ik zo zeggen, de voorbereidingen zijn goed. We hebben ontzettend veel vrijwilligers die daaraan meehelpen. Want we hebben het gezien bij, hoe heet het, Festijn, wat afgelast is onlangs. Boerenmert. Ja, de Boerenmert. Ja. Daar ben ik toen over de mert gelopen. Ja. Heb ik toen over de mert gelopen. Dat was een zielige vertoning eigenlijk. Ja. Nou, dat hopen wij dus niet mee te maken. Nee. Want is er een kans dan, wanneer zeggen jullie van, we stoppen ermee? Nou, dat is, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. We hebben wel eens meegemaakt dat het bijzonder slecht weer was. Ja. Maar toch, die mensen zijn dan toch gearriveerd en dan gaan we toch maar een stukje rijden. Ja. En Okay. Daar kan je dus verder niks aan veranderen. Ja. Nee, dat hebben we niet in de hand. Nee, nou we gaan gewoon vragen om goed weer. Dat is heel simpel. Heel mooi. Doen we. En dan wens ik jullie veel succes en dat het maar weer... even goed mag zijn als vorig jaar. Volgend jaar weer en het jaar erop weer. Ja, zeker. En zo gaan we maar door. Hè. Hartelijk dank. Blijf even zitten. Doen we. Want we gaan naar muziek van One Too Many. En die zijn met z'n drieën. Daar loop ik even naartoe. En dan zoek ik de microfoon op. Dan heb ik hier een microfoon. Ik wacht gewoon geduldig. Ja. Kom ik even naast jullie staan. One Too Many. Ja. Oh, kabeltje. Ja, kabeltje erin. Vertel eens iets over jullie zelf. Nou ja, wij zijn eigenlijk normaal met z'n vieren. Maar dat was één te veel. Nee, dat is een grapje.
Dat is jouw ex-vriendje, inmiddels. Ja, nee. Ja. Nee, dat is Sander van Kasteren. Die speelt eigenlijk ook mee gitaar, vaak de solo dingetjes. En we zijn eigenlijk bij elkaar gekomen, ook door Bas en Sander. Die zouden een optreden hebben. En toen vroegen ze of ik een paar oertjes en aatjes mee wilde zingen. En dat klikte eigenlijk zo goed dat ik steeds meer mocht zingen. En, en ik maakte muziek met mijn broertje. En toen zei ik, ach, dan neem ik die ook mee. Oh, je broertje. Ga je naar je broertje. Precies. Broertje. Ja, ja. Vind je het leuk? Ja, ik vind het hartstikke gaaf. Ik maakte al, dus wat mijn zus al zei, muziek samen. En dat beviel eigenlijk heel goed. Alleen nu zijn we met z'n vieren. En dan zijn we natuurlijk nog een stuk sterker nog. Nou, hartstikke leuk. Lief dat ze jouw broertje noemt. Ja, ja, ik ben een kleiner broertje. Zo is het. Ja. En we hebben één vreemde eet in de bijt. Nou ja, vreemd. Ach, ja, wat is vreemd, hè? Ja. Tilburg. Zij Tilburg komt, toch? Ja, dan ben je altijd een beetje vreemd, hè? Nee, dat klopt. Ik ken Sander al wat langer. We spelen ook samen in een bluesbandje. En daar is het eigenlijk het idee toen ontstaan om wat akoestische muziek te gaan maken. Eigenlijk een gelegenheidsdingetje. Met Nina er in eerste instantie bij. En van daaruit zijn we eigenlijk wat meer nummers gemaakt. Toen bleek dat ze toch heel aardig kon zingen. Dus ja. Je hebt wel een heel diepe stem, mensen. Hoor je dat? Kun je even iets aankomen? Wat gaan we doen? Ja. Dus je gaat ook zingen, neem ik aan? Ja, we gaan een stukje zingen inderdaad. Een nummertje van Nick Cave en Kylie Minogue ook. Oké, okay. En jullie staan volgende week op Limousine? Ja, ja, klopt. Hoe laat? 6:30. Dan moet ik heel even mijn... 6:30? Ja. Limousine, 6:30 in Festival Limousine. Nou, ik ga plaats maken voor jullie. Ik zou zeggen, zoals Geert Hoes altijd zegt, take it away. I stared in her eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river on bloody and vine. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped at the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. My name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose, said, give me your loss and your sorrow. And I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. Thank you.
third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he stood above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. As she laid on the bank, the wind lied as her teeth and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. As I went down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. For my name was Eliza. Applaus. Dank jullie wel. Dank je wel. Applaus voor One Too Many. Nou, dit was Dommeland Live van 10 mei. Ik moet zeggen, het valt toch wel een beetje tegen. Maar het ging wel aardig. Ik heb mijn best gedaan. Meer kan ik niet doen. Over 2 weken zit hier of Geert Hoes of onze nieuwe aanwinst Claudia Pinkst. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En dan scheurt Geert zijn fiets kapot en dan gooit hij hem omhoog. Tot de volgende keer.